Ja, bij ons zitten de gasten gelukkig al veilig op hun stoel. Wie zijn ze, Farah? We praten vanavond met Mark Koeken van wielerploeg Silence Lotto, met Patrick Lefevre van Quickstep, met Etienne van Vermeers, een van de eerste leerlingen van Jaap Kruithof, en met de SM-rechter Koen Aurussel. Allemaal welkom. De ene rechter na de andere kwam in opspraak in die zaak Dutroux. En nu wilde men eens bewijzen dat men met zijn eigen mensen ook streng omging. En daarom heeft men deze zaak eruit gepikt. Met als gevolg dat het gerecht nog veel ongeloofwaardiger geworden is. Dat men zich nu afvraagt, waar moeit het gerecht zich mee? Dat heeft trouwens Mark van Peel in een Antwerpse gemeenteraad gezegd. Ja, was het een eerlijk proces volgens u, of is de rechter... Het proces kan ik niet veel zeggen, omdat ik dat niet heb kunnen volgen natuurlijk. Ja, nee. Je volgt dat alleen... Maar denkt u dat die tijdsgeest heeft meegespeeld en heeft gemaakt dat de rechter zwaarder is? Vermoedelijk wel, vermoedelijk wel. Het is natuurlijk zo dat de aanvaarding van SM, dus van sadomasochisme, is iets wat heel langzaam komt. Hè. We hebben in de tijd het boek gehad Histoire d'eau, prachtige pornografische roman, maar duidelijk pornografisch en duidelijk een masochistische roman, waar tamelijk zeer ver gaat. Maar daardoor, langzamerhand, worden de mensen gewend aan het feit dat dat bestaat. Kan. Bovendien is er daar ook een film over gemaakt, die minder goed is dan het boek. En zo zijn de geesten langzamerhand geëvolueerd. Ja. En ik denk dat, inderdaad, als de zaak Dutroux daar niet zou geweest zijn, er zou wel een veroordeling geweest zijn, maar niet zo scherp, denk ik. Ja. Genoot u daar zelf ook van? Uiteraard tegen mijn zin deed ik het niet, anders zou ik het niet gedaan hebben. Maar als men mij vraagt, verstaat jij dat je plezier kunt hebben aan pijn te lijden, dan zeg ik nee. Juist gelijk dat ik niet versta dat iemand een berg gaat beklimmen, terugkomt met bevrozen tenen die moeten geamputeerd worden en daarna maar één ding wil, dat is terug een berg opklimmen. Dat versta ik even min. Maar toch deed u alles wat uw vrouw u vroeg. Toch heel veel. In de praktijk was het zo dat ik voor 80% met de cameraman was. De ideeën en de uitvoering kwamen eigenlijk van mensen die langer in het vak zaten, zal ik maar zeggen. En ik... Maar als u niet begreep hoe uw vrouw kon genieten van pijn, waarom deed u het dan? Omdat ik op een zeker moment gemerkt heb dat het inderdaad zo is. De eerste video die we gemaakt hebben, ik herinner het mij, als ik die bekeek, ik werd gelijk bleek. Maar waarom maakt u daar video's van? Waarom maakt men een video van de trouw van zijn dochter, of van een geboorte, of van een plechtige commune? Nou, dat zijn feestelijke momenten. Om te kunnen bekijken. Hoe stonden jullie tegenover elkaar? Dat is heel ambivalent. Ten eerste moet ik zeggen, die eerste 2 jaar dat ik met Hugo van den Henden en nog een paar mensen samen met Leo Apostel en Kruithof les gehad heb, dat zijn de 2 belangrijkste jaren van mijn leven geweest. Dat wil dus zeggen, heel mijn levensvisie. Ik was dus 5 jaar jezuïet geweest. En op het moment dat ik toen begon, was ik nog altijd gelovig. En na die 2 jaar was ik dus volkomen atheïst geworden. En had ik mijn eigen levensbeschouwing opgebouwd in interactie met Leo Apostel en met Jaap Kruithof, maar daarom niet dezelfde. Dat wil dus zeggen, ik ben ze altijd dankbaar gebleven omdat ze mij dat bijgebracht hebben, die manier van denken, die manier van persoonlijk te denken. Maar we zijn het ook vaak oneens geweest over bepaalde zaken. Op welke maar bij punten? Mij persoonlijk heeft dat niet... Waar bent u... uit elkaar gegroeid, waar jullie het er niet over eens Een eenvoudig voorbeeld dat stilaan algemeen bekend is, dat is dat op een bepaald moment, we zijn ongeveer tegelijkertijd begonnen met de problematiek van het milieu. En op dat moment was voor mij de strijd voor het milieu een strijd voor de mens en vooral voor de mensen van de toekomst. Dus met andere woorden, een antropocentrische visie. De natuur is belangrijk voor de mens. En voor hem was en hij zette de stap verder. De natuur is belangrijk op zichzelf. Ja. De rivaliteit duurt voort in de koers. Jullie gunnen elkaar niks. Dat is niet waar, want veel mensen denken dat het een strijd is tussen de 2 ploegen in de wedstrijd. En ik heb al altijd gezegd van als we al onze weg gegaan zijn, want wij koersen niet tegen Lotto of tegen David de Mont toe. Toch een klein beetje. Wij koersen om te winnen.
Een klein beetje, nee. Ik wil gewoon dat er geen cadeaus gegeven zijn. Ik heb er ook nog niet veel gekregen in mijn leven. Dus. Maar als je mag kiezen, als je zelf niet kunt winnen, dan toch liever een andere ploeg dan Quickstep. Nee. Bewust mag dit nooit de redenering zijn. Maar. En ik dacht zelf ook onbewust niet. Het is wel zo als je met renners spreekt die van andere ploegen komen, van buitenlandse ploegen. Bijvoorbeeld, we hebben dat nog aan Philippe Gilbert van de week gevraagd. Dan zeggen die van die andere ploegen voelen dat blijkbaar wel. Dus onbewust moet dat ergens spelen. Dat ze zeggen, als er een van Quickstep weg is, moet er niet te veel achterrijden. Silans Lotto zal dat wel doen en omgekeerd. Zeggen die van andere ploegen. Ah. Bewust is dat absoluut geen opdracht naar geen van de sportdirecteurs. Net zoals bij Patrick. Is maar graag... onbewust speelt het een rol. Ja. De andere renners van buitenlandse ploegen zeggen dat, ja. Nu, het seizoen is nog niet lang bezig, maar u heeft nog altijd niks gewonnen. Wordt een sponsor daar niet nerveus van? Wat is zo, in het begin van het jaar zijn er veel van die kleinere, toch wel iets minder belangrijke wedstrijden. En we hadden gezegd, kijk, in januari, februari zouden we liever een keer wat minder winnen, want we hebben nog jaren gehad dat we dan aan de ploegvoorstelling al 13 overwinningen hadden. En in maart en april zouden we graag een keer wat meer winnen, dus de helft van de strategie is al geslaagd. Ja. Heeft wel al gewonnen. Weet u hoe vaak hij al gewonnen heeft? Vijf wedstrijden. Ziet dat dit bij ons?